Hoi mensen, vandaag is het zover. UWV-dag, spannend. Een vriend van mij gaat mee. Ik wil het even hebben over les 1 van het internet. Nou ja, les 1, ik bedoel, ik ga het hebben over internet. Ik kom er al sinds mijn 14e, ik ben 31, dus ik denk dat ik recht heb van spreken. Dat denk ik, hè? Ik weet niet of jij het hebt, of jij dat ook vindt. Goed, ik kom uit een familie die, eigenlijk best wel allemaal slim zijn. Mijn vader die programmeerde vroeger al met oude computertalen in de jaren 80 al. Tijd ver vooruit. Goed. En ik heb dat wel een klein beetje meegekeken. Vroeger had je een site dat heette CU2. En dan kon je met HTML kloten, zeg maar, en dat vond ik leuk om te doen. En nu op Partyvlog, zeg maar, heb je ook programmeertaal, UWB-code. De codes van toen, die ik toen gebruikte, die ken ik nog steeds, bijna uit mijn hoofd. En ja, zo gaat dat. Maar goed, projecteren. Als jij, zeg maar, stel, we zijn aan het chatten met elkaar via MSN. Of we zijn aan het chatten via WhatsApp. Ik moet even stil blijven staan. We zijn aan het chatten via WhatsApp. Dan, als ik zeg tegen jou, zeg, hey lul, kom je langs? Weet je wel? Als ik het nu doe, dan zeg ik, hey lul, kom je langs? Weet je wel? Of ik zeg, hey lul, kom eens langs? Hey lul, kom eens langs? Weet je wel? Snap je? Of ik zeg tegen je, ik maak je dood. Of ik maak je dood. Hoor je dat verschil, zeg maar? Die intonatie in mijn stem. Je weet wanneer ik een grapje maak, toch? En wanneer niet. Nou goed, op internet communiceer je alleen maar met tekst. En tekst, daar zit geen emotie in. Dus dat is een deel van communicatie die verloren gaat. Daarvoor hebben ze wel een uitvinding gedaan, namelijk emoticons. Vroeger heten die, nu heten ze emojis. In mijn tijd was het nog emoticons, in mijn tijd. Maar goed, om te voorkomen dat je ruzie krijgt of verkeerd wordt begrepen, eindig je zin altijd met een smiley, om aan te geven hoe je het bedoelt. Let daarbij op dat iedereen plakt wel zijn eigen betekenis op een bepaalde smiley, heb ik gemerkt. Nogmaals, wat ik daar ook bij kan zeggen is, als jij communiceert met iemand via chat, hou het zakelijk en kort. Hele verhalen, dat werkt niet. En ik weet dat ik nu een beetje hypocriet ben, want zelf doe ik het ook. Maar ik ben nu dus bewust bezig met dat soort dingen. En zo herinner ik mezelf. Dus hou het kort. Als je dus emotioneel bent, niet via chat regelen, gewoon bellen. Of het liefst niet bellen. Als je niet kan bellen, dan spreek je het af. Ik kan zelf heel slecht tegen ruzie maken via MSN. Ik kan daarmee zeggen dat het best wel traumatische ervaringen zijn geweest, vroeger. Goed, maar, ik heb ook via forums, heb ik ook wel een keer zitten rellen met mensen. En dan was het ook met emotie, zo gebruikten we emoticons. En we creëerden onze eigen wereld op internet. Als jij dus niet lekker in je vel zit, stel je bent verdrietig. En iemand die chat naar jou, die chat gewoon iets, zeg maar dan zonder smiley erbij, dan ben jij geneigd om wat daar staat verdrietig op te vangen. Voorbeeld bedenken. Ik heb dat wel eens, zeg maar, dat ik heel erg schrik en heel erg emotioneel reageer. Op mensen. Hou daar rekening mee als het kan. Want dan wordt het een stuk gezelliger.
Heb jij wat gehad aan deze informatie? Deel deze video dan alsjeblieft met iemand waarvan jij denkt dat hij er wat aan heeft. Geef deze video een duimpje. Geef me alsjeblieft onder in een comment en geef je mening op wat ik net heb verteld. Deel ook je ervaring alsjeblieft. Heb jij wel eens ruzie gehad via internet? Dankjewel voor het kijken.